Pakt u vast pen en papier, dan zal ik dadelijk de liturgie voorlezen. Het intochtslied, Psalm 65, vers 1 en 5. Vers 1 en 5 van Psalm 65. Dan lied 1008, vers 1 en 2. Vers 1 en 2 van lied 1008. Dan lied 975, lied 975, 1 en 3. Vers 1 en 3 van lied 975. Dan lied 103c. Vers 1 en 3. Vers 1 en 3 van 103c. Dan lied 923. Lied 923. Dan 765. Lied 765. 1 tot en met 6. Vers 1 tot en met 6 van lied 785. 765. Dan Psalm 139. Psalm 139, vers 1 en 14. Vers 1 en 14 van Psalm 139. Dan lied 650. Lied 650, vers 1, 2, 3, 6 en 7. Vers 1, 2, 3, 6 en 7 van lied 650. Als laatste zingen we lied 425. Lied 425. De schriftlezing is van Matteüs 13. Matteüs 13, vers 24 tot en met 30. Vers 24 tot en met 30. En 36 tot en met 43. 36 tot en met 43. Ik wens u een goede dienst.
zit het mij in zonder aan. Ik heb dan de laatste zegenwoord uitgesproken. Vervuld van. Ja, nee, dat is goed, maar hoe zie je het aan de zegen? Want het is het niet echt. Ja, als vervanging. Als vervanging. Ja. Nee, dat is zonder aan, prima. Dat was een zin in de vraag. Ja, helder. Misschien dat het andere is natuurlijk ook gelijk in nog aangegeven. Ja, ja. Goed. Thank you.
bedankt. Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad mag ik u allen die hier aanwezig zijn en die thuis met ons meeluisteren, hartelijk welkom heten in deze eredienst op zondag 23 juli. Vanmorgen is onze voorganger dominee Verrips uit Alphen aan de Rijn. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk, tweede voor het bouwfonds. De bloemen gaan we morgen met onze beterschapswensen naar mevrouw Rita Maliepaard. Ons intoslied is Psalm 65, 1 en 5. 1, 2 en 5. 1 en 5. 1 en 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst en een goede zondag. Laten we in stilte contact zoeken met onze Heer. Hulp mogen wij vanmorgen verwachten van Hem die ons geschapen heeft en ons trouw blijft voor eeuwig. Genade en vrede met u allen, van God Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laten we zingen. Gloria. Amen.
Gemeente, het gaat vanmorgen over een gelijkenis die in deze omgeving tot leven kan komen. Over zaaien en oogsten en over onkruidbestrijding. Nu, onkruidwieden, dat is een taak niet alleen voor de boer, maar ook voor iemand die een tuintje heeft. Al is het in de stad, overal kan onkruid ontstaan. Symbolisch kan onkruid ook in ons eigen hart groeien, in de samenleving. Het valt me op als ik over zere wegen rijd en ik doe dat dan als braaf jongetje met de maximum snelheid, 80 provinciale wegen, 100 op de snelwegen. Ik word altijd gepasseerd. En dan denk ik, gaat iedereen nou te laat van huis? Of is dat nou gewoon haast, ongeduld, korte lontjes? Is er iets van onkruid in onze samenleving geworteld waarin ongeduld en haast vanzelfsprekend zijn? Logisch dat je je aan, dat je je niet aan maximum snelheden houdt. Ongeduld en haast, het lijkt te regeren op onze wegen. Nou, misschien dat er in uw tuintje en in uw hart ander onkruid groeit. Laten we samen zingend bidden om ontferming. Laten we dat doen met het lied 1008, couplet 1 en 2. Gelukkig is er hoop. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Jezus Christus, Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen, ons te wieden, zou je kunnen zeggen, en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. En een van die goede dingen waar we toe geroepen zijn, is hem prijzen. Laten we dat doen met loflied, lied 975, couplet 1 en 3.
Ik ken uw repertoire niet. Ik weet niet of u dat kent. Misschien moeten we het oefenen. Dan kunnen we het samen leren. 9:75. Samen op zoek naar waarheid. Ik lees u de weg naar de waarheid en het ware leven. Een ingekorte versie van de 10 grondwoorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of iets van beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat ten ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heere God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg ook geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn partner, zijn tuin, zijn bedrijf of zijn auto. Of wat hem ook maar toebehoort. Laten we God loven om zijn geduldige liefde. En dat lied kunt u waarschijnlijk beter kennen. Psalm 103, de C-versie, couplet 1. En 3.
Laten we samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat u het licht bent in onze nacht. Dat u breed uit als zaaier uw zaad wereldwijd uitzaait. Heer, wij danken u voor een moment om na te denken wat er in ons leven is ontkiemd. Wat groeit er tevoorschijn? In onze gedachten, in onze gevoelens, in onze daden. Heer, wij danken u voor de rust, de vrijheid om even de aandacht te richten op wat komen gaat. Heer, hier zijn we ook met ons kritische vermogen. Met alles wat er in ons leeft. Wij geven het u. Neem ons in uw hoede. En vorm in onze gedachten uw woord, uw wil, uw weg ten leven. In Jezus. Amen. Twee jongeren vanmorgen. Twee kinderen. Hebben jullie wel eens een keer iets gezaaid? In een plantje? In een potje of zo? Ja? En is er ook iets opgekomen? Ja? Nou, als je iets in een potje zaait, kan je dat goed bewaken. Dan zie je wat er gebeurt. Het groeit wel of niet. Al of niet water erbij. Ga je dat buiten ergens in een perkje neerzetten. Dat plantje, dat zaadje. Dan kun je allerlei andere zaadjes en plantjes eromheen verwachten. En die kunnen soms harder groeien dan dat ene plantje in je potje. Dat kun je dan als het ware ongewenst bezoek noemen. Dat noemen we onkruid. Kunnen prachtige bloemen zijn, maar niet op de plek waar jij nou dat zaadje had gezaaid. Nou, daar gaat het vanmorgen over. We zingen een kinderlied over zaaien en groeien. En dat is het lied over het mosterdzaad. Dat is 923. Die laatste zin is gelijk de opmaat tot de lezing. De liefde groeit uit boven de haat. In Matteüs 13 vertelt Jezus diverse gelijkenissen over het koninkrijk. Hij begint met dat verhaal van zaaien. En wat daarop volgt is eigenlijk het verhaal van het onkruid. Het raadsel van het onkruid. En dit keer is het bijzonder, Jezus voegt ook de uitleg daaraan toe. Daar hoef je dan geen dominee voor in te huren, die staat er gewoon bij. Matteüs hoofdstuk 13 vanaf vers 24.
Hij hield hun een andere gelijkenis voor, dus na die gelijkenis van het zaaien. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het gejonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw zakker, op uw akker gezaaid? Waar komt dan dat onkruid vandaan? Hij antwoordde: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? Hij antwoordde: Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaier zeggen: wiet eerst het onkruid. Bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan graan bijeen in mijn schuur. En dan gaat hij nog een gelijkenis vertellen, en dat is het verhaal van het mosterdzaad wat we bezongen. En dan gaat hij verder met de uitleg in vers 36. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hen: Hij die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker, dat is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait, is de duivel. De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld. En de maaiers, dat zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk alle die de anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht, bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen. En daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. Bij dit Bijbelgedeelte is een lied gecomponeerd. Ik weet niet hoe bekend het hier is, maar laten we het met elkaar proberen. Het zijn een aantal coupletten. En ik stel voor dat we 1, 4, 5 en 6 met z'n allen doen. 2 de vrouwen en 3 de mannen. Maar dan zijn we met elkaar goed wakker. Thank you.
Gemeente, laten we na de preek zingen Psalm 139, de coupletten 1 en 14. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. Dat zie ik als sleuteltekst tot de gelijkenis. Gemeente, luisteraars. We leven in de tijd dat lijsttrekkers worden benoemd. We kennen er inmiddels een paar, de rest die komt nog. Maar waar beginnen ze aan? Het lijkt levensgevaarlijk om een publieke functie te gaan bekleden. Als het hoofd iets te ver boven het maaiveld uitsteekt, dan loop je het gevaar om te worden onthoofd. Publieke functies in de landelijke politiek, in de provinciale of de plaatselijke politiek, ze worden levensgevaarlijk. Wij hopen niet dat onze moeder overkomt wat Els Borst overkwam. Zo klaagden de dochters van Sigrid Kaag en ze luisterden naar de dochters. En wat gaat al die mensen overkomen die nu straks aantreden? Want ze krijgen te maken met een partij haat. Treiterende Twitterberichten, laster, negativiteit. Er komt een vracht haat over je heen. Dat wil je niet weten. En als je iets gaat zeggen wat niet welgevallig is, dan staat er een groep te kloppen op je voordeur en die zegt: wij weten u wel te vinden. Wij hebben u inmiddels gevonden. Dan krijg je gezin te maken met de gevolgen van je woorden. Wat is er toch gaande in onze samenleving? Van waar al die haat, al die grofheid, al die negatieve kritiek en al die weerstand? Je moet bijna van tevoren al beveiliging gaan inhuren als je iets gaat zeggen wat niet politiek correct is. Van waar die haat? En dan delen wij in de verbazing van die knechten die die gelijkenis bevolken, die het ook niet meer weten. Hoe komt dat? Meneer, vertel u, er is goed zaad gezaaid, maar van waar al dat onkruid? Waar komt dat toch vandaan? Al die ellende in het leven. Ja, de baas, de boer, de heer des huizes, hij heeft zijn best gedaan. Het goede zaad is uitgezaaid. En zo wordt uitgelegd, dat is het werk van Jezus, de mensenzoon. De zaaier heeft goed zaad in die akker neergezaaid. Maar waar komt het dan vandaan, al die andere zaden? U als boer,
als leden, als bewoners van een agrarische wereld. Ja, u weet dat. Daar vraag je niet om, dat komt vanzelf. En in het Westland, je zet het raam open van de glazen huizen en het komt zomaar binnenwaaien. Ongevraagd, ongewild, het is er opeens. Hier in de gelijkenis heeft het een andere oorzaak. Volgens de uitleg, dat komt van de vijand. Iemand die 's nachts stiekem als een van de werkers der duisternis, als het ware het goede werk saboteert, als een dief inbreekt en daar het negatieve zaad, het vergif als het ware uitzaait. En hij verdwijnt bij het krieken van de dag, als het licht verschijnt. Hij kan dat licht niet verdragen, dan is hij verdwenen. Het blijkt de boze, de duivel te zijn. Hij onttrekt zich bijna aan alle visievorming. Wat is dat voor een figuur? Ja, zo wordt ons verteld, het is een gevallen engel. Maar waarom is die dan gevallen? Ja, hij is in opstand gekomen. Maar waarom kwam die dan in opstand? Ja, hij wou de baas zijn. Maar waarom wou die dan de baas zijn? Je kunt eindeloos doorvragen, maar je komt er niet uit. Het blijft in het duister, dat werk van de duisternis. Dat zaaien van dat vergiftigende zaad in de akker. Dolle tarwe, rijgras. Je ziet het niet, het verschil tussen het een en het ander, maar bij de rijping, dan, ja, dan. Dan komt het tevoorschijn. Boer, waar komt het vandaan? Het blijft in het duister. Maar hoe moet dat dan verder? Gaan we het wieden? Dat doen we toch altijd met onkruid. Onkruid, dat is toch simpel te wieden als het tussen het grind opkomt, tussen de stenen, makkelijk traceerbaar, goed weg te krijgen. Maar als het tussen de bloemen, tussen de groenten, tussen de tarwe en al het zaad wat is uitgezaaid, als het daar opkomt, hoe krijg je dat goed weg? Is dat wel goed weg te krijgen zonder het goede zaad te beschadigen? En dan waarschuwt de baas, de boer, de heer des huizes. Pas op. Nee, niet te snel aan het werk met wieden. Natuurlijk, onkruid moet bestreden worden. Kwaad, haat, wat het ook is. Het moet bestreden worden op allerlei fronten, op allerlei manieren. Maar pas op, zijn zorg gaat uit naar het goede zaad. Je zou het eens kunnen beschadigen. Je weet maar nooit. Pas op met wat is uitgezaaid. Want tot in de wortel kunnen ze met elkaar verbonden raken. Die wortels van het goede en dat kwade zaad. Tot in de radix, daar is het woord radicaal van afgeleid. Ze kunnen zo verstrengeld zijn dat je ze niet goed uit elkaar kan houden zonder beide te beschadigen. De boer draagt zorg voor het goede zaad. En de knechten zijn ongeduldig. Ze staan te trappelen, aanpakken dat zaad. Maar hun ongeduld wordt getemperd door de boer. Pas op, het heeft allemaal wortel geschoten.
radix, het woord radicaal, prachtig als we een radicale kerk zijn. Radicale christenen. Radicaal in liefde, in recht doen, in zorg voor de schepping. Radicaal in het omzien naar elkaar. Geweldig. Maar als we radicaliseren in de haat, in de afgunst, in de nijd, oei, dan moeten we ons beveiligen. Kinderen van de haat, kinderen van de liefde, ze zijn bijna niet te onderscheiden. Dan kijk ik naar al die mensen die mij passeren onderweg, die allemaal haastig zijn, die allemaal ongeduldig zijn, die allemaal ongelooflijk veel gas geven. En dan denk ik, wat zijn dat toch allemaal voor mensen? En het zijn allemaal hele gewone mensen. Zoals u en ik. Uiterlijk niet anders dan mensen die zich aan de regels houden. Ze groeien op en eens zullen ze sterven. Ze lijken uiterlijk gewoon allemaal op elkaar. Genieten van de ontspanning, ze werken, ze zijn onherkenbaar. Maar hoe moeten we dan het onkruid gaan wieden in de samenleving als het niet wordt geboden? Het is toch de taak van de politie, de recherche, de AIVD om onkruid op te sporen? Relschoppers, milieuvervuilers, drugsbaronnen, mensensmokkelaars, je kunt ze toch niet gewoon hun gang laten gaan? Kwaad moet worden opgespoord, geïsoleerd, bestreden, opgeruimd. Want de akker, moeten we lezen, dat is de wereld. Onbewust zou je dat kunnen beperken tot, ja, dat is de kerk. Dat zijn wij. En zo is het ook eeuwenlang gelezen. Die jonge kerk, daar groeiden ze samen op. De martelaars die voor de leeuwen werden geworpen. En de mensen die hen aanklaagden. De Judas-figuren in de gemeenschap. De verraders. En zo zaten ze in de oorlog aan één tafel. De NSB'ers en de verzetsmensen. Onuitstaanbaar. Maar ja, onkruid en het gewone kruid, het zat vermengd. En in 1 Korinthe 5 roept Paulus de gemeente op. Zet hem eruit, die zoon die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. Past niet in de lichtkring van Christus. Maar in deze gelijkenis horen we, laat beide samen opgroeien tot de oogst. Onuitstaanbaar. Mag niet, kan niet. Het geduld van God blijkt groter dan van de knechten. En zo komen wij in de spanning die deze gelijkenis onder ons neerlegt. Want toen het communisme nog leefde, toen zaten ze ook aan elkaar tafels. De bisschoppen en de geheime dienst aan één vergadertafel. En Judas, hij zat in de lichtkring van de discipelen. En in alle varianten komt dat terug. En in de samenleving heeft en houdt de politie en de AVD, de recherche, de taak, onkruid wieden, misdadigers opsporen, de maatschappij beschermen, de daders zelf beschermen tegen nieuwe daden. Maar we horen de relativering van de boer. Als je de ene opspoort, kun je ook het goede kwaad doen. Want die ene die wordt opgepakt in de gevangenis, wat doe je zijn omgeving aan? Zijn kind, zijn moeder, zijn vader, zijn broer, zijn zus, zijn vrouw, een man.
Laat beide samen opgroeien tot het oogst. Hou die spanning in stand. Want wij kunnen het af en toe klaarspelen om iemand op te pakken en te isoleren. Maar in de grote lijn weet dat scheiden uiteindelijk engelenwerk is. Wij zouden, als wij het allemaal zouden regelen, we zouden te slap of te streng zijn. Laat het aan de engelen over. Gods eigen werk. Want zo horen wij, Gods geduld blijkt groter dan het onze. Hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. Over goed graan en over onkruid. Ja, wij zijn geroepen om het te onderscheiden. In de kerk, in de samenleving, in ons eigen leven. Het goede en het kwade. Het goede zaad en het onkruid. Want het is breed uit ook in ons eigen leven uitgezaaid. In deze gelijkenis zou je een misvatting kunnen lezen. Dat het leven heel simpel in elkaar zit. Je hebt goede mensen en je hebt slechte mensen. Zo is het boekje van Van der Hulst. Je hebt de boze buurman en de lieve moeder. Maar die misvatting, als we de Bijbel breder nemen, die klopt niet. Want ze leven beide in ons. Dat goede en dat kwade zaad. En de samenleving, ja, daar kan de overheid de goede mensen belonen met een lintje. Een ridderorde. En het kwade bestraffen. Boete. Opsluiting. Maar het ligt door elkaar heen in ons eigen leven. En het is tot in onze eigen wortels vermengd. Het goede en het kwade. Want ga na, het is een hele goede daad om te zien naar elkaar. En het voelt veel beter om dat wel te doen dan dat je het nalaat. Doe je dat dan voor elkaar? Of doe je het voor jezelf? En wie onderscheidt het? Het goede of het kwade? Er was eens een arts, een beroemde arts. Hij ontdekte hoe een bepaalde ziekte in elkaar zat. En hij had voorkeur voor één bepaalde patiënt, dat was proefpersoon. En daar kon hij het op uitproberen en daarmee werd hij beroemd. Die andere patiënten, ja, die waren minder interessant. Wat dreef die arts? Was dat zijn roem? Of was het zorg voor de mensheid? Het kan zo vermengd zijn. Het goede en het kwade zaad. Eeuwenlang hebben we gedacht dat het makkelijk op te lossen was. Dat scheiden van goed en kwaad. In het Jodendom had je de behoefte aan afscheiding. De wetsgetrouwe Joden, de politieke bevrijdingsbeweging, de Zeloten, de secte van Qumran, ze werkten met het wapen van de afscheiding. De zuivere groep moest zich afscheiden van die onzuivere club. En zo is in de kerkgeschiedenis ook lange tijd gegaan. Je had de actieve mensen die zich aan de belijdenis hielpen, die de kerk bezochten, die trouw betaalden, die trouw omzien naar elkaar. En je had de minder trouwe, de minder betalende, de minder bezoekende, de passieve leden. En altijd kwam de behoefte terug in al die tijden dat ik op kerkraadsvergaderingen was. Laten we ze uitschrijven. Ze kosten maar geld, die passieve leden. En altijd horen we dan in de gelijkenis. Laat ze samen beide opgroeien tot aan de oogst. Want u weet, die oogst die komt een keer wanneer u zaait, dan zal u oogsten. En in de wereldgeschiedenis wordt dat betwijfeld. Komt daar ooit een oogst?
Maar de gelijkenis belooft dat die oogst zal komen. Laten we dan leren van het geduld van die baas. Hij heeft zijn zoon gezonden. Als zaad in de akker uitgezaaid. En het is gestorven en het is opgestaan zodat het goede zaad in ons leven gaat ontkiemen. En wij geduldige mensen worden. Zachtmoedige, liefdevolle mensen. Maar Heer, doorgrond mij en doorgrond ons. Dat er geen onkruid, geen ongeduld in ons leven wortel zal gaan schieten. Amen. Dichter aan het einde van zijn leven schreef hij de woorden: ik zal de halmen niet meer zien, nog binden ooit de volle schoven, maar doe mij in de oogst geloven.
waarvoor ik dien. Laten we bidden. Heer onze God, hier zijn we met alles wat er in ons leven is uitgezaaid, wortel geschoten en ontkiemd. Heer, wij brengen u de wereld waar breed uit het haat, de haat, de wantrouwen, de twijfel en de angst wordt uitgezaaid. En het laat ons niet koud. En we beleiden u alles wat in ons leven is geland en wat er is uitgegroeid. Heer, we bidden u, wiet het onkruid in ons bestaan, wat het ook mogen wezen. Heer, u die ons doorgrondt en kent, Heer, u weet beter dan wij wat er is ontkiemd. En wij bidden u, help ons te leven met alles wat er in ons leven uitgezaaid gaat worden. Heer, wij weten van de invloed van uw woord, maar er zijn zoveel woorden, zoveel beelden, zoveel berichten die indrukken in ons leven achterlaten. En wij maken onze eigen keuzes. Heer, wijs ons de weg ten leven. Heer, en we willen u bidden voor alle die verkeerde keuzes hebben gemaakt, die daar later spijt van kregen. Heer, we willen u bidden dat er opnieuw een licht bij hen zal opgaan wanneer ze in de duisternis verkeren. We willen u bidden voor alle die in schemerige gebieden zijn terechtgekomen waar weinig licht om binnenvalt. Heer, wijst u telkens opnieuw de weg ten leven. Misschien zijn het onze kinderen, onze buren, misschien zijn het onze gedachten. Heer, wij bieden u de samenleving waar haat breed uit is uitgezaaid en waar het levensgevaarlijk wordt om beleid te voeren, of in een bedrijf, of in een bestuur, of in een politiek orgaan wegen te wijzen. Heer, wij houden ons hart vast. Hoe gaat dat straks bij de verkiezingen, bij nieuwe mensen? Hoe lang zullen ze leven? Hoe lang zullen ze het kunnen volhouden om haat te incasseren? Heer, we willen u bidden om bescherming. Bescherming van buitenaf tegen alles wat negatieve invloed kan achterlaten. Bescherming van binnenuit tegen alle haat die kan groeien. En die bescherming bidden wij u, Heer God, voor elkaar. Help ons in deze periode van de geschiedenis uw gemeente te zijn. Hier in stad aan het Haringvliet, met alles wat hier speelt. En zo willen we bidden, wijs ons als gemeente ook uw weg. Samen met alle christenen op dit eiland, hoe zijn we met elkaar tot zegen? Hoe kunnen wij het welzijn van dit hele eiland zo goed mogelijk dienen? Heer, we willen u bidden om rust voor alle die op vakantie zijn. Alle die het nodig hebben om op te laden. We willen u bidden om nieuwe energie. Om ook bescherming. Wanneer mensen straks weer thuiskomen, dat de hand weer aan de ploeg kan worden geslagen. Het werk weer kan worden opgepakt. Het nieuwe seizoen dat wacht. Heer, dat de grote hitte en niet zal
moeien en afmatten, maar dat er zal worden bijgetankt. Dat bieden wij u voor alle op vakantie. En we willen u bidden voor die oververhitte gebieden, dat er verkoeling kan worden gevonden. Heer, we willen u bidden om voldoende water, om die bosbranden te kunnen stillen. En we willen u bidden om wijsheid bij alle overwegingen rond het klimaat, nu de hitte zich overdadig laat merken. En zo vragen wij u, Heere God, wees met ons in het seizoen dat wacht. Hoor in stilte dat wat ons hart bezighoudt. En hoor ons wanneer wij samen bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tijd voor de collecte. Ons slotlied, dat is lied 650, coupletten 1, 2, 3, 6 en 7. Dan de zegen. En de zegen beantwoorden we dit keer met lied 425. Vervuld van uw zegen gaan wij al zaaiend uiteen. Dus in plaats van het Amen, Amen, lied 425. Tijd voor de collecte. Thank you.
Ja, gemeente, mogen ons leven zijn als een psalm in de nacht, een lied in het donker. En de Heer, hij zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u alle lichten en hij is u genadig. De Heer, hij verheft zijn gelaat over u allen en schenkt u zijn vrede. Gezegende week. Het gaat u goed. Tot kijk.